Dames, heertjes, jongens, meisjes, welkom bij een gloednieuwe video vandaag. Ja, echt iets waarvan ik nooit verwacht dat ik dit ooit zou zeggen. Nooit in mijn leven heb ik ooit 1 seconde gedacht dat dit moment zou komen, maar het is er nu toch. En nu het er toch is, ja, dan kunnen we maar net zo goed naar gaan kijken. Ik open gisteren mijn YouTube en ik zie iets wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Ik zie bij Andy in de auto, dat kennen jullie denk ik allemaal wel. Andy van der Meij is een ex-voetballer en die nodigt dan ex-voetballers, dat soort mensen, rappers uit in zijn auto om dan te praten over met name seks. Nou, hartstikke grappig. Ja, ik weet niet eens hoe ik dit moet zeggen, maar ik open mijn YouTube en ik zie bij Andy in de auto met Brent. En dan denk je, dit is een edit. Dit is een meme. Nee. Dit is echt zo. Dit is een Andy in de auto, waar dus normaal qua rappers Kevin en zo zitten en dat soort gasten. En qua voetballers, nou, van Feyenoord, Ajax, Ziyech heeft er gezeten. En nu Brent. Dan vraag ik me 1 ding af. En ik weet het niet zeker, hè. Maar het lijkt me echt heel erg sterk dat Andy van der Meij heeft gekeken van, met welke rapper ga ik deze keer zitten? Ja, ik weet het al. Ja, oh ja, ja, dat is Brent. Ik vraag me eigenlijk met name af hoeveel Brent ervoor betaalde om hier te mogen zitten. Dat is met name waar ik, wat ik me echt afvraag. Hoeveel zou dat kosten? €1,000, denk ik. Een video met Andy van der Meijden en Brent. Voor de mensen die Brent niet kennen, hij lijkt op mij. Toen had hij een nummer gemaakt. En dat nummer ging hartstikke goed. En toen zei ik, ah, we lijken op elkaar, laten we samen een nummer maken. En toen zei hij, nee, gaan we niet doen. En toen heb ik een krenketje gemaakt. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, laten we maar gaan kijken. Ik ben echt zwaar benieuwd. Kijk je wel eens naar mij, nee, hè? Wat? YouTube. Naar jou? Ja. Wat is dit? Ja, mooi, man. Mensen die dat niet kijken, die liegen. Ja, hè? Dus helemaal dit. Aan het begin heb je altijd een beetje iets trekkends, weet je wel. Iets wat je trekt. Een soort heftig iets wat iemand vertelt. Je gaat over of Brent naar Andy kijkt. Nou, als dat het hoogtepunt is van deze video, wordt het echt een hele trieste video, mensen. Die liegen, pik. Die liegen. Ze keppen. Ze keppen. Goed, het hoogtepunt van de video, degene waar eigenlijk dus wat soort van het meest interessant is van de video, waarvoor je dus echt moet blijven kijken, is dat Brent zegt dat alle jongens die video's kijken en anders liegen ze. Waarom zou je liegen over van, oh nee, ik kijk dat niet, ik kijk geen Andy van de Meiden. Nee, ik kijk alleen maar eens Jamila, ik ben toch geen sukkel dat Andy van de Meiden kijkt. Wat boeit nou als Andy van de Meiden kijkt, dat maakt toch geen donder uit. Wil je trouwens de volledige aflevering zien, dat kan. Ik zal de link naar de video in de beschrijving zetten. Ik zal gaan reageren op de hele aflevering, maar ik zal ook dingen eruit knippen die ik echt niet leuk vind. Dus wil je die stukken nou wel zien, dat kan, de link is in de beschrijving. Echt, Andy in de auto, leuk. Ik vind het een leuk concept, Andy. Lachen. Ik wil niet meedoen. Niet dat je mij ooit zou vragen, maar ik heb wel genoeg geld om het te betalen waarschijnlijk. Daar zijn we dan. Kom verder, jongen. Fakka dan. Rustig bij jou. Rustig, man. Fakka dan, zegt hij. Fakka dan. Brent, je bent hartstikke Wat heeft hij een eng brilletje op, trouwens? Wat heeft Brent een ongelooflijk eng brilletje op? Dat is niet normaal. Heeft hij een gouden plaat bij? Hij heeft nog niet een gouden plaat bij. Lekker, man. Goed. Ik heb een kleinigheidje, toch? Ja? Kleinigheidje, gouden platen. Best wat hij bereikt is. Laat ik niet even Brent gaan roosten. Die tijd ligt echt achter me. Vorige week opgehaald. Vet, man. Oh, dat is wel dik. Het is wel een gouden plaat, hè? Het is een gouden plaat. Oh, er staat ook aangeboden aan Andy van de Meiden. Heb je er moeite in gestopt? Waar zou Andy deze opgang hebben, denken jullie? Ik denk, nou, dat zijn natuurlijk best wel opties, maar ik denk nergens. Wat aardig, zeg. Ga je vaker ophalen? Mag altijd. Even een duimpje naar. Yo, daar staat hij! Daar staat hij! Signor Rengo. Ja, dat moet er wel zijn, dat kan niet anders. Ik vind het bijzonder dat hij alleen een gouden plaat geeft en niet meteen een envelop met €5,000. Maar goed, oké. Okay. Mooi, ja. Lekker ook, man. Ja, dik, hè? Ja, dit is ook dik, man. Hij rijdt goed, hè? Ja. Je moet wel veel tanken. God, Samme, wat ga jij golf? Ja, ik heb vorige week nieuwe Golf GT Clubsport. Nieuwe Waggy, ja toch. Lekker, man. Dikke auto. Zo, automatisch allemaal zo. Ja. Ik verwacht de kans 0 dat ze het over mij hebben in deze aflevering. Sowieso heeft van tevoren gezegd, daar wil ik het niet over hebben. 100% zeker. Even upgraden toch? Yeah. Gaat upgraden. Lekker, ja. Gaat wel lekker, hè? Jawel, tuurlijk. Ja. Hard werken moet ook beloond worden. Hard werken moet beloond worden. Oké. Okay. Ik snap niet waarom hij nog steeds soort van die stijl probeert hoog te houden van Kaché-bril, Stony-dingen en zo. Waarom doe je niet gewoon normale kleren aan? Als jij op elk nummer 100 miljoen streams haalt, dan is het prima als je zo erbij loopt. Maar als je dat niet hebt, waarom doe je dan dit? Niemand luistert naar je Brent omdat hij denkt van, oh, hij heeft vette kleren aan. Nee, dat is echt helemaal niemand. Nou, misschien vind je het zelf vet, maar dan nog kan je beter je geld stoppen in de belangrijke zaken en niet in de Kaché-brillen. Dit is overduidelijk een nieuwe Kaché-bril. Of een Astros-bril. In ieder geval is hij griep lelijk. Ben je druk? Jawel, man. Ja, oh, ja. Echt druk. Ja. Nog steeds, eigenlijk elk weekend wel heel het land door. Optreden. Ja, man. Zo. Elk weekend optreden, hè. En ik wil niet veel zeggen, maar dat komt sowieso door mij. Ja, deze zomer bij festivals en zo. Ja? Deze zomer festival? Waar dan? Wanneer ben je begonnen dan? Nu, ik denk, in mei 2020 was mijn eerste release. Ja, die kennen we. Gelijk, dat was Balenciaga. Ja.
Dus vanaf toen ging alles wel een beetje lopen. Hoe kon je bij? Hoezo wij geen rapper dan? Ja. Misschien gaat hij straks toch zeggen, ja, toen ging zo'n YouTubertje geen filmpjes over maken. Dat zou toch mooi zijn. Ik hoop echt dat ik een beetje fame pak in deze video. Zeg trouwens dat Bren mij laatst appte. Yo, Koen, zou je misschien even terug willen bellen? Hij had me dus gebeld. Zeg ik, yo, gozer, ben druk, what up? Je mag ook later tijd. Het duurt 20 minuten. Kijk, waarvoor is het? Dat hij muziek gerelateerd, telefonisch is makkelijker. Dat heb ik niet meer gereageerd. Toen de dag erna zei hij, ben je zo'n gelegenheid om even te bellen? Ik heb iets in gedachten waar ik even mee wil spreken. Ook niet gereageerd. Ja, ik dacht, ik ga nu geen nummer met je maken. Maar die kans is echt vervlogen. Ik heb wel even gekeken, ja. Dat is wat dik. Maar hij is nu 11, wat zei je, 11 miljoen? Ja, 11.4 volgens mij. Wow. Ja. 11.4 volgens mij. Het is dus precies 11.4. Precies 11.4, 100%. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben ook niet zo... Weet je, ik vind het leuk om muziek te maken, maar ik heb niet die pressure van je moet. Nee. Weet je, het is gewoon, ik doe het gewoon in mijn vrije tijd, snap je? En tuurlijk, ik heb er nu wel gewoon... In vrije tijd? Ja, 24/7 job van gemaakt, zeg maar. Wat? Hij zegt, ik heb niet de pressure, ik doe het gewoon in mijn vrije tijd, maar ik heb er nu een 24/7 job van gemaakt. Brent slaapt niet. Hij slaapt niet. Daarom heeft hij ook dat hele verse Astros-brilletje op, omdat hij niet slaapt. En wat doe je nog meer dan, buiten rappen? Ik zit nog op school, man. Meen je? Ja. Huh? 24/7 muziek doet hij. En hij zit ook op school. Dat is de mindset. Als je gewoon veel muziek maakt, 24/7, maar niet slaapt, dan kan je ook gewoon op school ernaast doen. Heb je meer uren in een dag. Sneller slapen, meer muziek maken, meer naar school, meer uren maken. Doe je dat 20 jaar, stekken, investeren, multiply. Hoe moeilijk is het nou? Ik ben sinds afgelopen jaar ben ik begonnen in Utrecht als interieurontwerper. Wat? Brent als interieurontwerper, het wordt echt alleen maar raarder. Interieurontwerper? Bro zit erbij als een mislukte voetbalhooligan en gaat interieurontwerper worden. Nou echt, wat zie je hier? Een bepaalde stijl? Ja, ik hou wel van gewoon strak en luxe, weet je wel. Bepaalde stijl, strak en luxe. Ik had ook niet verwacht dat hij nu gotisch ging zeggen of zo, maar strak en luxe, oké. Okay. Hoe reageerden die mensen hier in de buurt toen jij ging rappen? In de buurt? Was je daar bang voor die gasten? Oh, jawel, dat was ook de reden dat ik misschien dacht van misschien ga ik rappen. Hij was bang voor jou, dat vind ik wel mijn zielen. Ja, je weet toch, je blijft... Nou, Brent, goed dat je het gedaan hebt, ook al was je bang. Je hebt jezelf ook ontwikkelen toch, want ja, die eerste plaat kan je niet vergelijken met nummers die ik nu maak. Ja, het was gewoon toen van... Die producer zei van ik zou het gewoon nu doen en als hij dat niet had gezegd dan had ik het waarschijnlijk toen ook niet gedaan. Had je het nooit gedaan misschien? Misschien niet, ja misschien later wel, maar niet op dat moment. Misschien was die stap dan. En dan was alles, wat ik zeg maar nu heb, was ook niet geweest. Dus uiteindelijk ben ik alleen maar dankbaar dat ik dat heb gedaan. Lekker man. En thuis, hoe heb je broers, zussen? Eén broer. De gesprekstof is totaal op na 6 minuten, het gaat nu over broers en zussen. Broertje man, ja. Ja, hoe oud? 2 jaar jonger als ik. Is 22. Oké, 2 jaar jonger, ja. Oké, dat is interessant. Oké, je bent 24. Je bent 24, dat hebben mooi gerekend. Even rekenen, dat is toch weer 5 seconden. Oké, kan ik nog meer vragen? Huisdieren? Over 2 weken moet ik 25. 25 jaar. Oh, lekker man. En vader, moeder nog thuis en zo? Vader, moeder thuis. Ik woon samen met mijn vriendin in Utrecht. Oh. Woon je samen? Ja man. Hey, Brent, gefeliciteerd met samen, man. Ja, als het goed voelt, ja. Tuurlijk, moet je het doen. En ik heb als je nu bekend bent, dan zou je mensen gaan jou zien. Ik weet waar je heen wil. Ja, is toch moeilijk? Ja, is ook. Die verleidingen. De vrouwen werpen zich op Brent. En de verleiding is enorm, maar goed op Brent. Ik weet dat je DM's zullen overstromen. Daar ben ik van overtuigd. In het begin was het ook vanuit haar kant, zeg maar, van zij moest ook accepteren wat ik doe. Ja. En uiteindelijk moet je daar met elkaar ook gewoon rustig over kunnen zitten en zeggen van luister, het is gewoon mijn werk, snap je? Ja, natuurlijk. Maar waar gaat het over? Hij doet net alsof echt de vrouwen hun slipjes naar zijn hoofd gooien. Wellicht is het ook zo, hè? Misschien maakt hij het wel, maar ik niet. En misschien moet ik toch ook zo'n vers brilletje kopen, dat het dan wel lukt. Hier trouwens, bril die ooit in een bus lag die bij huur met bank zitten. Ik heb ook zo'n blauwe glaas. Heb je gevoetbald ook? Ja, man. Bij de Graafschap ook? Nee, ik heb wel trainingstage gehad. Ja? Trainingstage bij de Graafschap. Ik ben ervan overtuigd dat als je kan lopen dat je dat krijgt. Enkel zonder benen krijg je geen trainingstage bij de Graafschap. Anders krijg je zeker trainingstage bij de Graafschap, 100%. Niet goed genoeg, denk ik. Ik denk dat je echt absoluut goed genoeg was. Dat ze daarom dachten, die hoeven we niet. Ik denk dat je te goed was, Brent. Dat ze dachten, hij is te goed. Dat is niet erg voor de rest. Ja. Management heb je ook? Ja. Oké. Okay. Ja. En heb je nog een nieuwe muziek die eruit komt binnenkort? Muziek die eruit komt binnenkort. Het is echt het meest moeizaam gesprek dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Ja, ik heb veel klaar liggen. Ik ben nu nog een beetje aan het selecteren voor de zomer van wat wel, wat niet. Ja. Yeah. Maar komt sowieso wel weer dingen aan. Ja, ja. Dan kan je daar wel wat laten horen. Oh, lekker man. Hij gaat dat ook wat dingen laten horen aan Andy. Daar zit hij vast op te wachten. Waar sta je dit jaar? Ja, in de zomer. Ja, ik heb het programma nog niet eens bekeken. Toevallig eentje in de buurt hier, Zutphen. Festival Lake.
Dat is bij jou in de buurt. Ja. Festi Lake. Sta ik daar ook? De naam komt me koude bekend voor. Ja, daar sta ik ook. Festi Lake. Nee, ik ga meeten met Brent. Ah, nee. Brent staat op zaterdag. Shit. Oké, hey, hoe heb je vrouwtje ontmoet dan? Op een clipshoot. Vrouwtje ontmoet. Meen je? Ja. Clipshoot. Ja, zij was mee met iemand die make-up moest doen. Je weet toch, als je van die lichte groepje ja. make-up. En dat was een vriendin van haar. Oké. Ja, en toen... Vriendin van de make-up artist, oké. Maar nu ga ik wel los, want nu komt ze uit Spanje vanavond elkaar ophalen in Amsterdam. Zo, ze is 10 dagen weg geweest. Ik denk dat nu het blokje s**t begint. Wil je nog weer dat jij vanavond gaat doen? Oh, wat denk je? Helemaal niks, was ze zo gesteld. Kut, sorry. Ja, toch is wel geinig. Ah, weet je wat het is? Ik ben sowieso... Duisje. Rapper, als je nou rapper kan worden de hele tijd. En je kan daar goed je geld mee verdienen. Ja, maar wie is 50-60 en rap nog steeds? Wie is 50-60 en rap nog steeds? Kan toch... Die gasten verdienen nu heel veel geld. Dus als je dat gewoon... Ik ben ook realistisch, weet je. Ik ben nu nog niet... Kijk, ik ben nu 2,5 jaar bezig met muziek. Ja. En het is niet dat ik al... Natuurlijk, ik heb dingen bereikt. Maar ik moet nog steeds bezig zijn met... Weet je, als ik het leven wil blijven leven wat ik nu doe... Dan moet ik gewoon dadelijk meer gaan doen om... Dat te blijven kunnen doen. Hè? Nou, ik moet zeggen, Brent, je bent wel volwassen geworden. Je hebt ook je bril afgedaan en je bent gelijk sympathieker, vind ik. Dus laat die bril dan gewoon af. Als je een zonnebril koopt, koop dan een leuke zoals deze. Of koop zo'n de gekke Jimmy Choo bril die Milo ook heeft gekocht naar de Vegas trip. Wie is jouw voorbeeld eigenlijk? Bijvoorbeeld rap. Koen. Zeg Koen. In Nederland of? Ja, in Nederland. Ja, ik vind qua rap sowieso zou ik zeggen Lijpe Kevin. Hef. Lijpe Kevin ken ik niet. Je hebt Kevin en Hef al gehad, hè? Ja. Ik heb Kevin 2 keer gehad. Kevin is een top, jongen. Echt waar. Ja. Ik vind hem zo relaxed. Was jouw slogan? Die rode slogan. Nog wat? Ja, dat was toen toevallig die eerste bar. Die rode boy met die enge flow. Nee, die enge boy met die rode flow. Dus die enge boy met die rode flow. Dat is mijn slogan. Dat is persoonlijk mijn slogan. Die van jou is, ik ben een rode boy met een enge flow. Rode boy met die enge, met een enge flow. Ik ben niet zo iemand die in de studio gaat zitten en alleen maar negatieve, emotionele dingen gaat schrijven. Nee. Dat, ik vond hem ook wel relaxed, dat nummer van jou, man. Balenciaga, ja, rustig ook. Relax nummer. Balenciaga. Dat is niet relax, dat is een banger. Waar ga je op vakantie? Ik ga volgende week naar Ibiza een weekje. Zo. Ik ben vorige week Parijs. Oké, dat vroeg je niet. In februari ben ik in Dubai geweest. Oké, wanneer? Wanneer vroeg ik erom? Ga je dan met je vrouw? Ja, man. Ibiza ook? Ja. Oh, lekker man. Lekker man. Ja, maar lekker eventjes... Ja, we houden even vakantie. Ja, even lekker weg uit de drukte. Showlife 24/7, bezig met muziek en school. Druk leven, ik zeg je eerlijk. Is je moeder blond? Ja, man. En je vader rood? Nee, donker. Huh? Hoe kan dat dat jij rood bent dan? Die combinatie. Combinatie? Blond en donker haar, combinatie rood. Ik wil niet veel zeggen, Brent, maar ik zou toch even kijken of de melkboer toevallig rood haar heeft bij jullie in de buurt. Ja, misschien wel, ja. Dat zeggen ze wel. Ja. Dat zeggen ze, ja. Mijn ouders zeggen het van wel. Groen, oké. Oké. Niet overdreven donker, maar gewoon... Dit is wel een goed gesprek waar ik nu aan het luisteren ben. Ga je nu naar de hoertjes toe? Ja, ik ga even snel... Ido. Ken je ook wel, ja? Wat dan? Ido. Dit is echt misschien wel de meest ongemakkelijke video die ik ooit in mijn leven heb gezien. Kijk, dan betaal je 5000 euro, maar dan krijg je er wel een super ongemakkelijk gesprek voor terug. Dat is fijn. Mensen, hoe vonden jullie het leuk? Ik moet bijna huilen van verdriet. Zo vervelend vond ik het om hier naar te kijken. Bedankt voor het kijken. Link van de totaalaflevering staat in de beschrijving. Het is een aanrader. De groeten!